Oh, we krijgen nu twee. Oh, dus zo werkt het. Ze komen steeds met meer. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino, oftewel Game Over. En we gaan vandaag weer verder met de tavern. En ik heb er ontzettend veel zin in. We zijn al een heel eind. En we gaan gewoon gelijk naar de intro en dan gaan we lekker verder bouwen. Veel kijkplezier. Yes, en daar zijn we weer in onze tavern. En het gaat ontzettend goed. We hebben heel veel geld. We hebben veel prestige. We hebben veel klanten per dag. Ik geloof dat we iets van, nou wat was het, 300 of zo bijna? 280 of zo? Eventjes kijken. We gaan even kijken hoe het er allemaal voor staat. Want oké, dit kunnen we bijvullen. We hebben geld zat. We kunnen dit bijvullen. Nou, dat kost bijna niks. Deze kost niks, het allemaal vol. Volgens mij hadden we dat bijgevuld vorige keer. En dan gaan we naar de research. En we hadden natuurlijk... wat doe ik? Oh. We hadden natuurlijk kitchen items level 2 hadden we vrijgespeeld als laatst. En de researchers. Dus als we nu iets willen researchen, hebben we de researchers nodig. Maar wat gaan we doen? We kunnen kiezen voor een keuken. We kunnen kiezen voor een storage. Dus dat is zeg maar waar je dingen kan opslaan. Vaten. Of we kunnen voor het hotel gaan. Dus dan gaan we omhoog. Ik denk dat we toch voor het hotel gaan. Hebben we dat in ieder geval gedaan. Dus laten we dat gewoon doen. Maar dan moeten we de researchers bouwen. En dat gaan we nu ook meteen doen. Ik denk dat we dat hier gaan doen. Aan deze muur. Want we hadden een tafeltje. Even kijken. We gaan even dit verplaatsen. Waar kunnen we dat doen? Maakt eventjes niet uit waar het is. Als die muur maar vrij is. Even kijken. Zo ja. En dan hadden we bij speciaal was het geloof ik. Kijk. Research desk. Research desk is used by researchers to generate research points. Dus je moet die punten moet je pakken. Kijk. En dat past natuurlijk gewoon perfect hier. Hartstikke leuk. En dan moeten we even kijken, want dan moeten we ook een researcher inhuren waarschijnlijk, of niet? Ja. Dus Helga hebben we, Gail, Maria en Ada. Eventjes kijken. Dus het gaat echt om leessnelheid, zeg maar. Ze verschillen wel van het salaris, of tenminste, 59. Oh, dat zijn de punten. Nou, dan gaan we gewoon voor Ada, denk ik. Ja, want zij kan het snelste... Nou, ik denk dat we voor Gail gaan. Die is gewoon gebalanceerd. Laten we hem maar nemen. Dus we hebben hem ook aangenomen. En hij gaat voor onze research doen. En dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat we 300 research points hebben. Want dit maakt niet uit. Dit hebben we zo. Dit hebben we gewoon met de reguliere gasten zoals ik al had uitgelegd. Als je nou hier incheckt in deze video. Ik heb er nog 4 staan geloof ik. Dus als je dit nou leuk vindt. Kijk dan eventjes mijn kanaal. En dan staan daar de rest van de aflevering op. En dan gaan we gewoon beginnen. Want we gaan nu gewoon door. Wat gaat hij doen? Oh, hij pakt een boek daarvan. Oh, wacht. Misschien kunnen we wel dat... Wacht. We gaan dit even anders doen. Ja, dat doen we zo. En dan doen we die daar. En dan kan hij zeg maar wat makkelijker dat boek pakken en snel lezen. Daar gaan we. We gaan hem gewoon snel zetten ook. Ik ben een beetje verkouden aan het worden volgens mij. Misschien kunnen we ook de keuken gaan upgraden. Even kijken. Want we hadden natuurlijk level 2 unlocked. Dus waarom zouden we dat niet upgraden? Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga dit zeg maar verkopen. Doen we er 2 weg. En dan zet ik er 2 voor terug. En zo gaan we heel langzaam dat upgraden. Wat hadden we nog meer geunlocked? Oh ja, die nieuwe tafel. Oh, wat gebeurt er dan? Gaan we dan boos naar huis? You can't sell this item because some employers are stationed. Oké, dus we moeten even wachten. Even kijken, voordat niemand daar staat. Nu. Denk ik. Nee, nog steeds. Nou ja, dat doen we aan het einde van de dag wel dan.
En het begint alweer lekker vol te lopen. Even kijken of we wat kunnen doen met de punt hier. Serve only the search for the whole... Hey, dat hadden we volgens mij ingesteld. Ja, alleen maar die search. Dus dat is helemaal top. Dus dat hebben we aan het einde van de dag hebben we dat. Prepare bread, sensitize, dus 6 keer brood maken. Nou, dat is ook wel oké. Okay. Dat komt ook vanzelf. Serve only main courses for the whole day. Nou, dat kan ook. Alleen, ik weet niet wat er nou gebeurt. Nee, dit moet wel goed gaan. Dit komt goed. Het zijn echt veel mensen. We zitten over de 300 per dag. We hebben 32 paddenstoelen. En wat voor events hebben we staan? We hebben niks. Wacht even. We gaan even kijken wat het beste is nu. Qua research. Ja. Dan moeten we eigenlijk 2 keer dat doen. Maar ja, dan moeten we eerst dit aan het researchen zijn. Dus dit is niet handig om te doen op dit moment, deze. Dus ik denk dat we maar gewoon wine tasting gaan doen. We kunnen ook... Deze hebben we nog nooit gedaan. Laten we dat doen. We hebben 2 dagen daarvoor. Dus als we nou dit doen... Kijken. 92. Nou, dat moet wel lukken. Even kijken. Hoeveel was dat? 60 paddenstoelen moeten we hebben. Hoeveel hebben we? We hebben... Waar staan ze? Hier. 31. Oké, nou dan moeten we nog 1 keer die ballen doen en dan kunnen we die inplannen. Dus dat gaan hun nu doen. Hoe gaat het met dat researchen? Oh, dat gaat niet heel snel. Nee, dat gaat best langzaam. Dus misschien kunnen we er nog wel eentje bij nemen. Maar goed, het is in ieder geval aan de gang allemaal. Oh, en er blijft heel lang drank staan. Kijk, er zijn best wel veel mensen die behoorlijk moeten wachten. Zelfs iets minder. Even kijken hoor. Ja, dat gaat... Nee, dit vind ik niet chill dit. Dit duurt me veel te lang. Dit duurt me echt te lang. En het is ook heel druk bij de take-out. Maar ik had natuurlijk 1 iemand daar ingehuurd daarvoor. Dus die doet dat de hele tijd nu. Gelukkig, want anders dan... Ja, het gaat allemaal net. Het gaat allemaal net. En we hebben hier wat. Even kijken. Hendry wil geüpgraded worden, dat kan. Hoppatee. Iedereen is blij, geloof ik. Ja, iedereen is blij. Ja, er zijn nog geen mensen boos weggegaan, geloof ik. Even kijken. Nee, nog niemand. En we hebben 42 gulden winst. Nou, dat is niet echt heel denderend. Maar goed, maakt niet uit. En ik wil nou toch al dit weg hebben. Hoe ga ik dat doen? Oh, hier, we kunnen upgraden. Oh! Oké, prima, ook goed. Dus we hebben dit geüpgraden nu. Dat ik dat net gewoon niet zag, hè. We gaan naar de volgende dag. We gaan even alles bijvullen weer. Hier ook. 44. Ja, dus ze pakken gewoon wat het dichtstbij is. Logisch natuurlijk. Oh shit, we zijn wat vergeten jongens. We zijn wat vergeten. We doen vandaag al. En dan de volgende dag doen we alleen maar main desserts. We hebben dit nog niet. Nee, dat hebben we nog niet. Hey! Wat is vreemd. We hebben toch gisteren sowieso alleen maar deze gedaan? Oké, we gaan het nog een keer proberen. Take-out is alweer lekker druk. Gaat ook allemaal goed. Ja, ik weet het, ik moet wat inplannen, maar ik wil die paddenstoelen hebben. Oh, dat is morgen al. Dus dat gaan we niet redden. We moeten iets anders doen. Laten we dan maar wijn doen. Dat is ook goed. Dat verdient ook wel lekker. Even kijken. Wat kunnen we doen? Hey, we kunnen cherry cake upgraden. Dat is ook super goed. Hoppatee. En zo verdienen we steeds meer geld. Want we zitten comfortabel nu. Het gaat meer dan prima. Hey, eerst begonnen we de dag altijd in de min. We zitten nou gewoon lekker comfortabel met het geld.
En we kunnen weer wat upgraden. De appeltaart wordt ook duurder. Dus we beginnen nu wel echt lekker te verdienen. Ik hoop dat het hier goed gaat met dat lampje. Want de hele boel stond in de fik toen. Dus dat was ook... Maar ja, dit gaan we nog aanpassen hoor. Het is eventjes tijdelijk zo. We maken dit uiteindelijk, ga ik dit helemaal ombouwen. Dat het helemaal mooi is en netjes. Het gaat nu eventjes puur om of we het redden, zeg maar. Nou, tot nu toe gaat dat goed. Maar ik vind dit toch een beetje, ja... Het duurt me allemaal iets te lang, zeg maar. Dit wil ik niet zien. Ik wil eigenlijk gewoon dit zien. Max. Ik bedoel, ze worden geserveerd... Maar ja, dat komt natuurlijk ook door hier. Hè. Hier staan ook continu mensen. Twee kokken. Of twee koks. En ja, als we er eentje hadden gehad, dan hadden we het waarschijnlijk niet gered. En we zijn bijna aan het einde van de dag. Dus ik ben benieuwd of we het nou wel hebben, die alleen de desserts. Ik neem aan van wel. Anders vind ik het best wel vreemd, want dan moeten we nog een dag... Even kijken. Ja? Ja, next day? Nee, weer niet. Serve only desserts for the whole day. Wat hebben we toch? Desserts. Voor de rest hebben we niks. Oh, wacht even. Ja, maar dit is voor events. Nou ja, goed. Het zal wel... Kijken we even. Even kijken. We hebben vandaag dat event. Wijnproeverij. Dus ik denk dat we dan gewoon aan 10k zitten vandaag. Morgen. Als we dit gewoon door laten lopen. Maar dat gaan we niet doen. Want we gaan dit upgraden. Even kijken. Jij mag weg. Jij mag weg. En jij mag weg. 1, 2, 3... Nou ja, misschien komen we wel aan de 10k. Wie zal het zeggen? Hebben we nog meer trouwens? Even kijken. Nee, we hebben echt alles wat we nu kunnen doen. Ziet er wel mooi uit, hè? Mooie nieuwe grill, nieuwe kookdingen voor de soep. Nieuwe tafel. Of een, hoe heet dat? Een counter. Voor de borden. Dus in plaats van 6 borden kunnen we nu 12 kwijt. En we hebben de paddenstoelen. En daarmee kunnen we het nieuwe event plannen. Maar ja, we moeten natuurlijk wel die events doen. Wanneer het natuurlijk moet. Want we kunnen nu wel die events doen. Ja, weet je, laten we het maar doen. Ja, we gaan het gewoon doen. We gaan hem inplannen. We gaan het gewoon doen en dan zien we wel. Some barrels are empty in the bar. Oh. Oh, dat gaat heel snel met de wijn. Want die drinken natuurlijk heel veel wijn. En dat is zo weg. Wat gaan we hun laten doen? Zo. Even kijken. Aardbeien. Dat gaan we doen. Misschien kunnen we nog wat meer doen. Even kijken. Kaas hebben we nog zat, denk ik. Laten we dit maar doen dan. Voor 300. En dan gaat het geld al wel heel stuk naar beneden. Of tenminste, valt wel mee. Ik kijk even naar de prestige. Even dit bijvullen. Dat we dit in ieder geval weer... Hoppatee. Kijk die wijn. Het gaat nou alweer naar beneden. Want ze drinken natuurlijk alleen maar wijn. Dus dat gaat heel snel. Er zijn 60 mensen die gewoon de hele dag door wijn drinken. Dus we zitten niet aan de 10k. Het menu. Even kijken. We kunnen de kaas upgraden voor 75 gulden op dit moment, mensen. 75 gulden voor kaas. Even kijken. We hebben verlies. Nou, dat is niet goed, maar het is prima. En we hebben het eindelijk. Serve only main courses for the whole day. Reach 4 star of with any food. Mooi, eindelijk. En we hebben een nieuwe vloer. Serve only main courses for the whole day. Oké, dus ik snap het niet. We hebben nu toch gewoon alleen maar desserts. Dus nu zou het gewoon moeten lukken.
Maar ja, dat is al 2 dagen zo. Wat ik wel ga doen, is die vloer. Want ik ben er wel heel benieuwd naar. Laten we dat ook maar gewoon doen. Volgens mij is dat wel leuk. Kijken, hoppatee, hoppatee. Is toch gratis. Oh, dat is wel mooi dit. Ja, dat is mooi. Heel mooi. Daar gaan we. Nou, ik maak me hier niet meer druk om. Maar ja, hoe lang duurt het voordat er een sterkere komt? En daarom gaan we die man even upgraden weer. Want je weet het maar nooit. Even kijken. De guard. Dus we hebben 100% voor lage bedreiging. En, eventjes kijken. 100% voor medium. En dan hebben we eigenlijk 0% bescherming. Voor als er een hele grote komt die onze hele tavern leeg haalt ofzo. En ik denk dat we daarvoor een van deze 3 moeten gaan kopen. En daar gaan we niet op besparen. We gaan gewoon... Oh, dat is maar 12%. En laten we dan ook maar dat pak doen. 25%. Zo, dus ik moet eigenlijk alles hebben voordat dit 100 is, waarschijnlijk. Oké, en dan gaan we door naar... even eens kijken. We hebben weer nieuwe opdrachten. Surf 100 gold customers bij organizing events. Nou, dat kunnen we doen door middel van die event... wat was het ook alweer? Die grote. En dan buy any ingredient 100 times. Nou, dat komt ook vanzelf. Dan gaan we gewoon door met de volgende dag. We zitten op 5k. Dus dat is gewoon goed. Ik vind alleen nu dat tapijt niet mooi daarbij. Maar ja, weet je, dat is allemaal van latere zorg. We moeten eerst maar eens gewoon knallen gaan. Hoe zit het hiermee? Ja, die research gaat niet snel. Het gaat niet snel. Dus we zouden eraan kunnen denken om er nog eentje te plaatsen. Zullen we dat doen? Dat gaan we doen. Even kijken. Dit gaan we even verplaatsen. Pakt hij dan ook hier, zeg maar? Nou ja, we zien het wel. Want het is niet heel duur. En we kunnen er gewoon eentje kwijt. Ja. Decoration stond dat, geloof ik. Waar staat dat? Waar staat die boekenplank? Waar staat die? Helemaal bovenin, volgens mij. Nee, ook niet. Oh, hier. Ja. En dan hebben we... Wil ik hier ook, zeg maar, dat hebben. Lower up. Deze was dat. Juist. En dan gaan we nog iemand hiren. Dus researchers. En dan doe ik iemand weer die gewoon gebalanceerd is. Kijk. Oh ja, dus ze pakken wel gewoon hier zo. Oh, dat is perfect. Dus we hebben nu 2 mensen in dienst die voor ons de research doen. En het gaat nu dubbel zo snel. Ja, kijk, dus het gaat een heel stuk sneller. Moeten maar eventjes zien of dat gaat, zeg maar, per dag met kosten. Dat zien we vanzelf wel. Als het niet gaat, dan besparen we wel hierop, denk ik. Nou, dat moeten we ook niet doen. Nou, dan wordt het lastig. Maar ja, we komen er wel uit. Oh ja, hier staat natuurlijk dat lampje. Dat vertrouw ik ook niet. Die zetten we wel bij haar neer. Misschien dat ze er slimmer van wordt. Wie zal het zeggen? Even kijken. Dan gaan we weer door. Het is weer druk bij de take-out. En hier wordt iedereen gewoon op tijd geserveerd. Maar hier vind ik dat toch iets minder gaan. Ik vind dit niet fijn. Maar ja, om nou weer een nieuwe serveerster aan te nemen vind ik ook weer een beetje duur. Want het is niet dat ze weglopen. Kijk, als we hier nou zouden hebben staan 10 of 12 of weet ik veel, dat er mensen weggaan. Ik denk zeg maar dat het punt is dat je moet gaan nadenken van oké, is het niet het beste om gewoon iemand aan te gaan nemen. Maar ja, ik vind dit toch wel heel erg krap hoor, dit. Hij moet heel lang wachten. Kijk, hij krijgt het wel, maar het is echt... Weet je, laten we dit maar doen. We gaan dit doen. Dus we gaan gewoon de max 200 per dag. Dus we hebben straks hier gewoon een volle band staan. Dus dan hebben we dat al gemaxed upgrade, of hoe je dat ook wil noemen. Maxed out. En dan gaan we gewoon daarmee verder. En dan kijken we eventjes aan hoe dat gaat. En ik heb nu alleen maar desserts. Dus ik zou dan toch in principe gewoon serve only desserts for the whole day. Dus dan zou ik dat er gewoon moeten kunnen doen. Zou je denken. Ik ga heel eventjes kijken wat we
We krijgen dus die executioners en daarmee krijgen we zeg maar rare people. Hebben we dat nodig? Dat ligt eraan. We gaan dan voor de keuken. Nog een keuken erbij. Ja, dus dan hebben we wel dat nodig. En dan plan ik als tweede iets, plan ik dan deze in. En dan kunnen we zeg maar dat halen. Even kijken. We zitten qua geld op zich prima. 58. Ja, we zitten op, nou wat is het? 1000 denk ik. Per dag. Yes, we hebben aardbeien en we hebben... Oh. Nou, doe maar dan. Dan dismissen we dat wel. Want hij zit gewoon vol. We hebben 50 mushrooms. We gaan even dit bijvullen. Ik zou er wel even voor aardbeien kunnen gaan weer. Zo, dat was duur. Dat was 600. Daar moet ik even op letten. Zagen jullie dat? Dat was 600 gulden. Dus hoe vaker je gaat, hoe meer je... Oh, oh. Oh, ik dacht dat er brand was. Oké, we hebben hem. We hebben het hotel. Gefeliciteerd voor het unlocken van het hotel. Dit is hoe het werkt. Oké, dus we moeten een kamertje bouwen. Met een deur en een raam erin. Go to the shop. Buy a bed, wardrobe and decoration. Dus je moet een bed erin zetten, een kast en wat decoratie. En dan moeten we wachten tot er iemand gaat slapen. Dus we hebben toestemming om naar boven te gaan. We kunnen nu kiezen van we gaan de trap neerzetten en omhoog. Maar dat kost gewoon heel veel geld. Want we moeten natuurlijk alles bouwen. We moeten sowieso één kamer bouwen. En we gaan de kitchen doen. Want dat hadden we net gezegd. We gaan de kitchen doen en dat is 100 rare people en 150 gold people. En dan 100 research. Nou, dat kunnen we gewoon doen door middel van deze event en deze event. Dus hier komen gold mensen, hier komen... Oh, wacht. Dat waren 80 gold. Oh, ze moeten daar eigenlijk 2 events voor hebben gedaan. Van die grote, want we moeten 150 mensen hebben. Deze kunnen we wel in één keer doen. 130 mensen, maar die andere moeten we dan 2 keer doen. Of een andere event waar gold mensen in zitten. Level up doen we. En we hebben weer niet die desserts gedaan, deze. Serve only desserts for the whole day. Of doe ik het nou gewoon verkeerd of zo? Volgens mij wel. Nou ja, goed, het zal wel. Dit gaat ook nog steeds goed hier. Even kijken. Hoe gaat het nu hier? Oh ja, we hebben natuurlijk die volle band. Ja, oké. Okay. Dus we hebben nou de viool, we hebben die banjo, we hebben er eentje die met die fluit. En we hebben er eentje op de trommel. Nou, hartstikke leuk. Hopelijk vinden de mensen het ook leuk. Nou, volgens mij de mensen die dichtstbij zitten, die denken van pleur op met die zooi. Want ze zijn nog steeds niet blij. Tenminste, ik vind ze niet... Ik wil dit niet. Ik wil dit niet zien. Dus wat doen we? We gaan het gewoon doen. We gaan nog een waitress inhuren. Even kijken. Wat is een beetje gebalanceerd? 5 drankjes max. Laten we gaan voor Lauren. Hè, dus laten we dat doen. Dan hebben we in ieder geval eentje erbij, want dit is wel heel krap hoor. Het wordt nu echt heel erg krap. Wacht eventjes, is dit... Ja, ik vind het heel raar. Want we doen alleen maar desserts de hele tijd. Maar we unlocken hem niet. Heel vreemd. Of moet ik hier ook alleen maar desserts doen? Nee, want morgen hebben we... Nee, dat zou toch niet zo moeten kloppen? Of dat zou toch niet zo moeten zijn? Oké, okay, als er iemand is die deze video kijkt... zou je eventjes willen vertellen hoe dit dan precies werkt... of wat ik nou verkeerd doe, want... Ik heb alleen maar dessert staan. En voor de rest niks. Zie je? Het staat gewoon uit hier. Heel vreemd. Nou ja, het zal wel. Want anders zet ik het gewoon aan en dan laten we dit maar gewoon voor wat het is. En dan spelen we deze 3 wel, want ik weet niet hoe dat werkt. Kijk, want nu zouden we gewoon dit moeten hebben vrijgespeeld.
Ja, weet je, laat maar. We gaan gewoon lekker verdienen, want het zal allemaal wel. Oké, daar gaan we weer. En we zitten in het event wat we nog niet hebben gedaan. Want dit is het Executioners Meetup. Dus dit is zeg maar de bijeenkomst van de Executioners. En dat zijn mensen die in de middeleeuwen je hoofd eraf hakten als je iets verkeerds had gedaan. Of tenminste als je iets heel ergs had gedaan. Dus die zullen wel heel wat te bespreken hebben met elkaar. En wat deden die ook weer? Die dronken bier en ale voor 8 gulden. En 1000. Oh ja, shit. Dat was ik helemaal vergeten. 130. En we hebben niet 130 plekken. Dus die 1000 gulden kunnen we op onze buik schrijven. Oké, dat was niet zo heel erg slim. Dus dat fixen we de volgende keer. Anders hadden we nu 1000 gulden in onze zak gehad, maar dat hebben we niet. En hier zo gaat het niet goed, want hij is niet blij. Wat is er met jou aan de hand? Oh, die wil veel meer geld. Prima. En jij? Oké, nou, die zijn ook blij. Nou, die hebben we wel gedaan, dus dat is mooi. En het gaat goed hier. Kijk, als je zeg maar één soort drank serveert, dan is iedereen gewoon blij en dan gaat het makkelijk. En we hebben natuurlijk één serveertje erbij, dus dat is ook helemaal goed. En dan gaat het op zich gewoon prima. Alleen ik denk, en dat gaan we even doen, we gaan dit even uitdoen helemaal. Gewoon hier, bij de take-out. Gewoon even de take-out uit. Ik snap niet waarom dit aan blijft staan. En er is iemand niet blij. Wat is er aan de hand? De kok wil meer salaris. Prima. Kunnen we gewoon betalen. Niks aan de hand. Het bier gaat... Nou, het valt wel mee. Dus laten we dit gewoon uitzetten, die take-out. Misschien is dat het probleem wel. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. We gaan het nog één keer proberen. Dan doen we de take-out uit. Waarom is dit nou aan? Oh, dat is in de event. Oké, nou, dat is prima. Oké, mooi. Dan gaat dit uit. Oké, dus we moeten naar de volgende dag. Dan gaat dit uit. Ja. En dan gaan we het weer proberen. Kijk, ik dacht dat het dit was, maar... Serve only soups for the whole day. We proberen het nog één keer, die desserts. We hebben vandaag alleen desserts. Dit is voor de events. Dit zou nu niet moeten tellen. Ik snap niet waarom die het niet gewoon doet. Hoe zit het met het eten? Nou, dat is 10 gulden. Dat is niet zo heel erg. 18. We vullen dit even bij. En dan gaan we toch denken aan upgraden weer. Dus dat we weer meer plekken gaan neerzetten. Want dat kunnen we aan, als het goed is. 37 aardbeien. Kunnen gaan voor de kaas. Poeh, dat was heel duur. En dan hoop ik dat het nu gewoon lukt. Want we hebben de take-out uit. Er komt hier niemand nu. Dus het is alleen maar desserts. Dan, vandaag. Even kijken wat ze op tafel leggen. Kan ik iets kijken wat er op tafel... Ja, appeltaart. Het is alleen maar desserts. Oké, dit is een beetje een aparte aflevering. Maar goed. Het blijft een leuk spel. En... Ik zie dat ze wel moeten wachten, maar... Het is beter. Het is beter als... Nou, ik vind dit toch wel weer erg lang duren. Maar ja, om nou nog een serveerster te doen. Hoeveel serveerster heb ik eigenlijk? Ik heb er... Oh, jeetje. Oh, het zijn er heel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 serveersters hebben we. Maar ja, misschien kan dat ook komen door hoe we de tafels hebben staan natuurlijk. Hè? Als ik die tafels nou straks...
hier zo gewoon een beetje uit elkaar zet en dan helemaal die plek vul. Maar ja, ik wil natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen hierin kwijt. Maar misschien dat het dan wat efficiënter is, want ze moeten natuurlijk nu... Nou, in principe zou die uit moeten maken, want ze kunnen overal tussendoor. Dus dat is ook niet het probleem. Hoe gaat het met de research? Oh ja, dus we moeten nog die event doen 2 keer. Dus we moeten eigenlijk deze moeten we 2 keer doen. Ja, want dit is allemaal rare. En dan hier heb je gold. En dat kan niet, want je kunt niet 2 keer dezelfde event doen. Dus dan doen we deze nog maar een keer. Denk ik. Ja, dan doen we die nog maar een keer daarna. 138 gulden, oké. Is het gelukt? Nee, het is weer niet gelukt. Nou, weet je, ik vind best... We doen dat niet meer, want ik wil gewoon geld verdienen nu. We hebben een enorm menu... waar we misbruik van kunnen maken. En dat gaan we ook gewoon doen. Dan doen we die opdracht maar niet. Ik weet het niet, hoor. Ik heb nou 5 dagen verspild aan die onzin. We gaan nu gewoon geld maken. Doen die ook open? Even kijken, wat hadden we hier ook alweer? We doen alle soepen hier, denk ik. Of niet? Nee, we doen hier gewoon alle desserts. Gewoon net zoals hoe we het hadden. Waarschijnlijk hebben ze nu allemaal soep gekocht. Dikkoppen. Nou, gaan. Dit gaat ook goed. Research gaat gewoon goed. Ja, dus we kunnen nu niet verder. Totdat we zeg maar die events doen. En ik denk dat dat ook zeg maar geldt voor de rest. Dat het heel erg afhangt van je events. Dus je moet gewoon nu vanaf nu events doen en vrijspelen. Ja, want je moet research doen en events. Heel af en toe heb je dan nog deze. Die kun je gewoon doen met de normale dagen. Ik vind het alleen wel jammer dat je pas de spelletjes helemaal op het einde kan doen. Maar goed, het is niet anders. Zo is het spel gemaakt. Nou, dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. Trouwens, kunnen we eventjes kijken naar die andere events? Nee, dat kan niet. Wat is ons duurste gerecht? De kaas, 75 gulden. Kopen mensen dat? En de koks krijgen het heel druk nu. Denk ik. Ja, dat gaat hard. Die shirts zijn dat. Wat is dit? Steak. Ja, iedereen koopt nu alles. Oh. Ik zit net te denken. We hebben natuurlijk 2 koks. Maar we hebben natuurlijk maar 1 grill. Dus ze kunnen alsnog maar 1 keer grillen in plaats van 2 keer. En we hebben 9000 gulden. Dus wat we gaan doen... is... we gaan de dingen dicht doen. De take-out gaat weg. Voor nu. En we gaan eerst die keuken helemaal upgraden. Tot we die keuken helemaal geüpgraded hebben. En dan pas doen we de take-out. Dat is het plan. Want... ik denk dat het nu eigenlijk nog niet... ja, het heeft wel zin in. Dus, nou, het heeft eigenlijk geen zin. Want we verdienen gewoon geld... we wachten even totdat hij weg is. Oké, dan ga ik eventjes dit upgraden. Dus even uitbreiden en dan kom ik zo bij jullie terug. Tot zo. Oké, daar ben ik weer. En zoals jullie kunnen zien is de keuken een heel stuk groter. Alleen is het probleem dat je van alles maar eentje kan kopen, kwam ik achter. Kijk, het 1-1-1-1. Je kunt hier 6 van die potten. Maar bijvoorbeeld die grill kun je ook maar 1 halen. Dus dat is best wel kloten. Dus we hebben nu een enorme keuken. Alleen met dezelfde spullen erin. Dus we gaan zomaar gewoon verder. ze kunnen in ieder geval niet klagen dat ze geen ruimte hebben. Ze hebben ruimte zat. Ik heb wel alles even anders neergezet, zoals je kan zien. Dus dat is op zich oké. We hebben verlies gedraaid. Ja, is je prima. Oh, we krijgen nu 2. Oh, dus zo werkt het. Ze komen steeds met meer. En op een gegeven moment kan ik dat niet aan. Dus ik denk dat we net een medium attack hadden. Dus zeg maar... 400. Even alles bijvullen. We hebben nu deze. En die. Hoppatee.
En wat voor event was het ook alweer? Dit was de hele dure. Dus krijg je 2000 voor. Dus dat is top. En dan wil ik heel even kijken snel naar onze... onze kaas is heel laag. Ja, we gaan voor kaas. Oh, hier hebben we kaas. Dat hebben we natuurlijk al gedaan. Even kijken. 100. En dan doen we die boontjes. Even kijken of dat kan. Yes. En wat dronken hun ook weer? Alleen maar bier, geloof ik. Toch? Ja, bier en ale voor 11. Dus dat is goed. Oké. Nou. Yes. We hebben 2000 gulden erbij. Dus dat is ook helemaal goed. De kokjes zijn lekker aan het koken. En een veel te grote keuken. Wat helemaal nergens op slaat natuurlijk dit. Maar wat we natuurlijk wel zouden kunnen doen... is dat we dit gaan... dat we hier een muur bouwen, zeg maar, over een tijdje. En dat we er gewoon 2 keukens van maken. Dus dit wordt een keuken hier. En dan wordt dit een keuken hier. Dan wordt het natuurlijk al een heel stuk grapper. Maar ja, je kunt er toch maar een bepaald aantal voorwerpen in kwijt. Dus dat maakt dan ook geen reet uit. Die research, dat zit natuurlijk ook helemaal stil nu. Want het enige wat we nu nog moeten doen is deze lui, 2 keer. We hebben hier helemaal niks. Hier hebben we de 19. Oh, dus we kunnen dit helemaal niet. We kunnen dit helemaal niet doen. Oh, wacht. Ze gebruiken natuurlijk ook die piece voor in het eten, geloof ik. Of niet? Even kijken. Ja, hier zo. Oké, nou ja. We zien het wel. Nee, trouwens, het klopt wel. Ik kijk helemaal verkeerd. Dat is nu natuurlijk. Even kijken. Hier zo is het ook gewoon heel rustig nu. Serve only soups for the whole day. Nou, laten we die dan proberen zometeen als de dag voorbij is. We zetten hem even wat sneller. En dan denk ik dat we de 10k gaan halen vandaag. Als het een beetje mee zit. Het zou wel kunnen. Als we bier en ale voor 11 gulden doen. Kijk, dus elke keer gewoon... En het eten natuurlijk. Wat we ook nog doen. Dan zouden we dat in principe moeten halen. Want we zitten nu al 9k. Dus nog 1000 en dan hebben we het. Laten we ervoor gaan. Kom op. Ja, dit moet gewoon te doen zijn. En er is iemand niet blij hier, terwijl hij niks aan het doen is. Heel apart. Even kijken, die wil 64 gulden per dag. Nou, weet je, lekker bedrag trouwens. Even kijken, 500 hebben we het. Ja, tikt aan hoor dit. Kom op. Laat ons die 10k pakken. Doe het. Kom op. Oh, gaan we dat redden? Oh, we redden het net niet. Ja hoor, we hebben hem. 10k. We hebben de 10k. Hoppatee. En dan kunnen we dit natuurlijk meteen bijvullen. En dan zit weer onder de 10k. Oh nee, weer. Nou, dit is 30. Yes! 10k hebben we gehaald. En dat is helemaal top. Want... Hey, serve only soups for the whole day. Oké, dus die hebben we al gedaan. Dus ik denk dat dit dan ook gewoon vanzelf een keer komt. Want ik heb het geprobeerd, maar... Of ik doe iets verkeerd en dan moet jij me dat even vertellen. Kijk, lekker man. 2k. Dit is het meeste wat we ooit hebben verdiend. En dan hebben we 10k in de pocket. En dan gaan we denk ik de volgende aflevering omhoog. Ik denk dat de tijd gekomen is dat we naar het hotelgedeelte gaan volgende aflevering. Lieve mensen, vonden jullie dit nou een leuke aflevering en denk je van, nou weet je, ik wil nog wel meer zien van die tavern? Like dan eventjes de video, want het helpt me enorm. Abonneer mag altijd en dan zie ik jullie terug de volgende keer bij Tavern Master. Doei doei!